Hallo allemaal! Als je denkt, wat doet ze gek? Dat heeft alles te maken met een nieuwe bloemschikwedstrijd. De bloemschikwedstrijd in december was zo'n groot succes dat ik heel veel vragen kreeg of er nog weer een nieuwe wedstrijd kwam. Mensen die mee hadden gedaan en die zeiden van, goh, ik wil nog een keer zo'n wedstrijd doen, want ik vond het zo leuk. Of mensen die het net gemist hadden. En bij deze, de nieuwe bloemschikwedstrijd. Het thema van deze wedstrijd is liefde. Dus het is belangrijk dat in jouw bloemstuk, het is belangrijk dat het een bloemstuk is, en dat het thema liefde terugkomt. Daarnaast is het belangrijk dat je een foto stuurt van jezelf met het bloemstuk en een foto van het bloemstuk zelf naar info@bykalijn.nl voor 14 februari, de dag der liefde. En dan doe je al mee. Je kan een XXL bloemschikpakket winnen. Deze was de vorige keer heel erg in de smaak gevallen. Dit keer zou die iets anders uitzien. Maar ben je benieuwd hoe die eruit ziet? Hou dan mijn social media kanaal in de gaten. Dat kan via Facebook en Instagram. En daarop ga ik het bekendmaken. Dus ja, maar zeker weer de moeite waard. Het wordt net zo'n groot pakket. Dus ja, dat is zeker de moeite waard om mee te doen natuurlijk. Toon je creativiteit, ga er lekker mee aan de slag en ja, ga een mooi bloemstuk maken. Heb je vragen, kun je dat hieronder in de video laten weten, dan zal ik deze beantwoorden. En deel dit zoveel mogelijk en ga ja, op afstand met elkaar creatief bezig. Laten we positief blijven en ja, lekker enthousiast worden en creatief bezig gaan. Dan wil ik jullie heel veel succes wensen met deze wedstrijd. Laat de liefde terugkomen in jouw bloemstuk en heel veel succes. Doeg!